Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Daar zijn we weer. Gisteren waren we een dagje vrij. Sommigen van jullie hadden het niet gezien, zag ik in de comments. Er waren mensen die hadden al ontwennings... er waren mensen die hadden ontwenningsverschijnselen. En die dachten al dat het aan Job lag, dat de video later was. Maar hij was er helemaal niet. En om nog even een dingetje recht te zetten. Het lag niet aan Job dat de video eergisteren zo laat was. Dat was een probleempje in het computerprogramma. Ja, ik heb een aantal keer opnieuw moeten renderen de video. En het werkt allemaal niet zo mee. Dus. Maar goed, hij was er uiteindelijk toch. En hopelijk is deze video vandaag wel op tijd. Dus kijk, we zijn ondertussen al begonnen weer. We hebben de eerste balk al weer naar binnen gerold en gereden. Er moeten nog gaten ingeboord worden. En dan kunnen we hem daar bovenop gaan plaatsen dadelijk. Dus... Dat wordt een spannende operatie. Maar we hebben bedacht hoe we het gaan doen, dus het moet goed komen. Oh nee. Wat nou weer? We zijn vergeten geel te verven. Amen. Hey, ik heb net even gemeten. We kunnen toch nog meer geel verven? Deze afstand is bijna precies 12. Ja, alleen... De balk is ook 12, dus dat kan dan toch? Ja, alleen dan komen we wel onze windverbanden scheef erin. Maar dat maakt misschien ook niet zoveel uit. Nee, die is scheef erin dan heel het plaatje eraf sluit. Ja, dat is zo. Dan, ja, het enige nadeel is dat we iets missen aan ons hijsbereik, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is wel jammer. Dat is ja, je kunt hem ook hier boren helemaal en dan hebben we dat niet. Dan heb je niet... Ja, Luca! Ja. Dan heb je niet dat je dat mist, zeg maar. Normaal gesproken was je zo. 79 uit de kant. Ja, die gaten zitten 60 en het ding is 120. Oh ja. Maar dan kunnen we hem ook gewoon zo laten zoals die nu is. Als die gaten 60 uit elkaar zitten. Ik wil zeggen, dan zitten ze toch wel goed. Ja. Ja, dan zitten ze wel goed. Want dat is 30 vanaf de kant dan. Dus zeg dat ze dan vanuit deze is dat 2,5. Omdat een half centimeter zit hier. Dat is wel krap. Dan heb je geen bout hier meer in draaien. Dan kun je met een afgesleten kant erin draaien, ja, want deze is al 30, hè? En die is al krap, zeg maar. Ja, dat is misschien wel interessant om even iets over te vertellen. Wij gebruiken tijdens het boren gebruiken we snijolie. Dat is natuurlijk belangrijk. Koelt gereedschap, smeert ook. Dus daardoor kun je en sneller boren. En gaat ook je gereedschap langer mee. Nou is het bij dit type boren is het echt heel belangrijk dat je smeert. Want anders is hij zo kapot. Maar ook gewoon bij kleinere boortjes en zo is het gewoon wel goed om smering te gebruiken. Dan gaat het gewoon echt een stuk makkelijker. En je hoeft niet elke keer je boren te slijpen. Dus dat... Je kunt overigens ook gewoon met gewone olie, net als de universele WD-40 of zo, kun je ook gewoon wel snijden. Dat werkt ook. Maar ja, dit is gewoon echte snijolie, zeg maar. Kijk, het staat er ook op. Boor- en snijolie. Dat is echt specifiek voor deze toepassing. Dus dat is wel beter dan gewoon standaard WD-40 of iets anders. Zo'n boor, hè, dat moet iedereen hebben thuis. Wat voor boor is dat dan? Dat is een magneetboormachine, ja, dat werkt mooi, hè? Ja, dat is echt fantastisch. Hij knauwt er ook zo doorheen. Ik denk dat dit beter is dan een kolomboor nog. Je kunt er gewoon opplakken. Ja, maar er zijn ook die kernboren zijn het ook, hè? Die erin voor zitten. Te boren, je kunt er gewoon in één keer doorheen. Je mag niet eens voorboren. Dat valt zo, dit valt eruit, hè? Het is echt een zo'n gatzaagje eigenlijk. Ik kan wel eens laten zien, dan heb ik hier neerliggen. Ik zie je, zulke knapen zijn dat. Flinke jagers. Ja, maar dit werkt wel echt supergoed. Maar als je ze goed smeert, dan blijven ze ook gewoon gaan. Dat is wel mooi, hoor. Nou, weet je, daar ben je gelijk. Zo, ja. Ja, hij is er of niet? Ja, hij zit eronder. Oké. Yeah.
Ja, dit komt goed zo. En nou recht naar achter, denk ik, ja. Oh. Ja, hoor. Hey. Ja, dat is een scherpe opmerking, Job. Waarom hebben we nou geen karretjes met zwenkwieltjes, hè? Ja, dat valt hem ja, dat is een goede vraag. Waarom hebben we geen karretjes met zwenkwieltjes, Dirk? We hebben wel keiveel zwenkwieltjes. We hebben wel keiveel zwenkwieltjes, maar die zitten niet onder deze plankjes geschroefd. Nou ja, zo gaat het ook. We zijn er bijna. Het is wel een leuk puzzeltje zo. Ja, dat wel. Ja, zeg. Ah, mag alweer recht. Oh, tank in de weg. Kijk hier, hij is zwaar nu. Hij staat vooral op de middelste kaartje. Oh, hij rijdt er al op. Dat je niet eraf schuift dat je er wacht. Ja. Ja. Goed eigenlijk. Ja, moet een beetje naar voren wel. Wij gaan even een staaltje vakwerk nog een paar balken halen. Dan hebben we de puzzel compleet, hè. Ik kan hem zo in elkaar zetten. Zijn we weer. Woe. Schitterende railsen. Ja, die hadden we nog nodig. En nou is het puzzeltje compleet. Dus laten we gauw alles in elkaar gaan vlammen. Ja, ik ben even wat hapjes eruit aan het slijpen. Want hier rijden die wieltjes dadelijk van de trolling net langs. Anders botsen ze hier tegen, hè. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh, hier heeft iemand al eens een keer eerder geprobeerd om die plaat eraf te slijpen. Zo. Die heeft het alleen halverwege opgegeven. Die heeft een stukje slepen en toen dacht hij, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Hij zit daar prima. Oké, maar nu moet je toch af. Dus slijpen. Houtje, en nou gaan we alles in elkaar schroeven. Oké, Dirk, heb je al bouten? Bouten. Ik had even... Oh, jij bent echt wel slap. Dat kan ook. Waar je hem loslaat. Dan valt je op je tenen. Gaan we erin? Daar blijft nooit erin hangen. Nee, ja, dan moeten we zo. Kijk. Ja, hier zit hij al. Ja. Mijn vinger zat er ook tussen, jongen. Ja, pas. Wordt gepest op de werkvloer. Hey, hoeveel heb je er daar al? Ja, dan moet ik er nog... Voor mij ook nog een beetje. Ja, ja. Hij zit hier. Oh, het past joh. Ik moet gewoon optillen denk ik. Denk dat. Ja, zo. Zo. Nou ja. Verkeerd gesneden. Oh, hij past toch. Nee, hij is gewoon verkeerd gesneden. Ja, ja. Nou, we zetten dit nou even vast. Kun je hem niet zo vastzetten dat hij... Oh, we kunnen hier iets tussen leggen. Dan rijdt je ook niet meer. Het moment is daar. De eerste rails met trolley die kan naar boven.
We ruimen even de vloer vrij. Pakken een stapel pallets, want we kunnen niet met de heftruck helemaal tot boven anders. Want dan zitten we nou met het lepelbord en waarschijnlijk ook met de hefmast hier door het plafond. Dus daar moeten we hem wat opvullen en dan gaan we hem erop leggen. Dan wordt het helemaal spannend, kijken of het allemaal past. Want als we nou de poten verkeerd gemeten hebben, dan past het helemaal niet. Nee, maar ik denk dat... Ik heb er vertrouwen in, laten we het gauw doen. Daarop krikken. Dan moet je gewoon zo doen. Kom. Zo. Ja. Kijk. Zijn het daar zo? Dan rijd je op de krik, hè? Oh ja. We gaan met de krik naar binnen rijden. Ja, dan moet je in de stad. Oké, nu krijgen we een ruzie. Hij moet niet verder. Ja, alles zit weer op de linkse lever, niet daar? Ja, deze moet nog niet daarheen. Nee, het zou wel moeten voor een beetje naar hier. Kijken. Ja? Ja, goed zo. Oh ja, ja dat... Oh, daar was weer een pijl. Het zijn pielige pellets, maar goed. Ja, nog meer denk ik wel hoor. Ja? Ja, hij ligt hè. Hij is een beetje wankel, maar... Valt wel mee hoor. Materiaal valt is vervelend, maar het is vervelender als je op je hoofd landt.
Dat past. Oké, dat is goed. Maar nou zijn we er nog niet, want die paal is natuurlijk een zwabberpaal, hè, die. Ja, dat is. Dus die geeft geen garantie dat hij dan dadelijk blijft staan daarop. Daar ben ik een koevoetje naar voren toe draaien. Ja. Wat doet die paal erachter? Ja, dat is niet oké, okay, dit. Dit werkt niet zo. Dit is niet fijn. Nee, nee, dit moeten we zo niet doen. Oké. Probeer maar een beetje te zakken dan. Maar. Ja, hij kan er nou toch niet afvallen. Kunnen we ook weer aandraaien? Ja, maar dan moet wel de heftruck zakken. Anders worden onze ankers op treksterkte getest. Ja. Ja. Hij doet graag de andere kant op wel. Hij doet het. Ja. Hoppa. Dat was even lastig positioneren, maar we hebben met een lange draadeind hebben hem al gelijk kunnen centreren. De poot en de rails ten opzichte van elkaar. Een beetje laten zakken en nou ligt hij goed. Ja, de eerste bout zit er daar ook door. Kunnen we hem dadelijk meer recht zetten. Is het goed, hè? Dan laat deze maar doorzitten. Maar deze... Ja, ja, maar hij zit op de pallet. Hij is stevig op de pallet. Ja, dat is. Hij moet zakken. Staat, hè? Ja. Ik kan wegrijden, toch? Ja. Sneller. Dit komt goed zo. Ja, die huisbalk erin zetten is ook nog een dingetje. Ja, ik ben benieuwd of dat die alles goed uitgerekend heeft, want het is krap, jongen, daarboven. Ja, ik zou zeggen, meet het op. Ja, daar moet eerst de UUP's erin. Ja, en hij komt daar lager te liggen, hè? Want hij ligt daar op een stuk hout. Dat stuk hou ik wakker nou echt niet uit. Dadelijk is je daar iets lager, jongen, dan rijdt je zo. Bam! Ja, dat ben je nooit helemaal eruit dan, denk ik wel. Ja, waarom niet? Ja, ik denk het wel, ja. Jawel, juist, want eentje rolt eraf. Ja, die kiept gewoon naar beneden. Ja, en die trekt. Ja, dan heb je kans dat hij met zijn bike op dat ijzertje valt. Ja, die kans. De kans dat hij dat niet doet, natuurlijk. Ja, ik hoop dat hij die dingetjes ver genoeg uitslepen. Ja, ik zat net naar te kijken. De tandwiel steekt best, best uit. Wel, hij zit best wel wijd uit die balk, hè? Dus ik denk dat misschien dat zonder slijp ook wel had gered. Mogelijk. Ja, we gaan het zien. We kunnen het er zo bij om te slijpen, dat is niet zo moeilijk. Oeh. Als dadelijk heel de frame staat, kunnen we gewoon naartoe klimmen. Oeh. Eerst even een bakje koffie doen nou. Wat we doen? Ja, of hij is die andere te houden. Ja, klopt. Maar daar komt er geen koffie meer van. Oké. We kunnen wel even een paar bouten erin doen, hoor, of niet? Nee, dat hoeft niet, joh. Er staan bouten in. Ik kan hem aandraaien, allemaal. Die moet wel even draaien. Dat moet even met een griptang doen. Anders gaan mensen zeggen. Oeh! Dag. Gaan wij hier kapot sjouwen met de water. Hey. Oh ja, dat is goed. Dan komen de kraan. Buiten nu wel wat nog wat. Inderdaad wat minder. Dan doen we het zonder ringen. Nee. Nee, maar die ringen die moeten toch ertussen. Oh! Ja, dit gaat niet goed. We moeten meer opzij met de heftruck. Zeker niet eens omhoog. Nee, man. Denk je nou van net? Ja, die heftruck. Bella?
Oké, dan doe ik een spanlat eronder. Oh ja, nog een beetje. Ja, hij moet echt nog een beetje naar voren, want dit is niks. Ja, dat is hier aan de lat. En ja. Oh, ik net al. Oh ja, we moeten nog chips hebben inderdaad. Ja, dit is nog even een interessant dingetje. Natuurlijk over de keilbouten. Die zitten in de grond. En die steken best wel een stukje uit, zoals je daar kan zien. We hebben ze eigenlijk zeg maar echt wel zo erin moeten zetten. Omdat ze anders gewoon door de vloer heen gaan, zeg maar. De vloer is niet zo dik. Nog aardig dik zelfs, maar niet zo verschrikkelijk dik. Dan zei je allemaal mensen, ja, nou zitten ze er niet diep genoeg in. Maar dan wil ik dan wel eens weten, Dirk, dat misschien... Als daar niet diep genoeg is, waarom loopt dan die schroefdraad tot hier? Waarom is dan niet dit gewoon glad doorgetrokken? Nou, om heel eerlijk te zijn. Nou, vertel eens. Is het wel zo dat ja, ze moeten zo diep, volgens de regel. Zo diep mogelijk. Officieel, volgens het boekje van dat ding, moet ze dieper. Ja. Dat stond ook bij de specificaties. Ja, dat klopt. Maar waarom, weet ik ook niet. Nee, maar waarom zit, als dat zo is, waarom zit die schroefdraad dan tot hier? Ja, dat weet ik dus ook niet. Want hier zit gewoon een verjonging, hè? Het is niet dat ze een draadeind hebben aangepast of zo. Nee, dit is gewoon glad. Nou, dus dan gewoon de schroefdraad in de verkeer. Ja, nou toch? Die schroefdraad zit tot daar, dus je zou zeggen, van, dan kan hem ook tot daar gebruiken. Dat is ook denk ik. Ja, ja ik weet niet hoor, dat, zomaar, dat bedacht ik me in één keer. Ik las reacties over keilbouten. Dus dan, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Dan, als die mensen dan zo wijs zijn, dan wil ik graag het wijze antwoord horen waarom dan hier die schroefdraad zit. Dus ik zou zeggen, start allemaal de Wikipedia maar op en zoek het maar op en zet maar in de comments. Wat een takken, Henny. Ja, vervelend. Wat je ook gewoon kan doen. Ja, je oorkap opzetten, je helm afzetten. Ja, dat ding een beetje optillen. Ja, dat gaat niet, want ik zit aan de kant. Nee. Hij staat, zeg ik jou, staat nog lang niet. Weet je.
Daarop op. Zo. Ja, hij moet meer. Zo, zo, zo. Nou man. Ja, dat is wel wat hij moet doen. Nee, dat wordt nog niet. Even met een chromatje erin of zo. En even zo. Ja, maar dan moeten we wel zo. Nou, de tweede grill staat er ook op. Dat ging al een stuk soepeler dan die eerste. Maar het is ondertussen wel alweer het einde van deze werkdag. Hey, we hadden het net even gehad over snijolie. Hey, als je nou meer van wil weten, check even de link in de beschrijving. Kom je op de informatiepagina van WD40 over de snijolie. Er staan wel interessante dingetjes nog. En ja, voor de rest. De reacties. Toch? Ja. Laten we ze doen. Wat een mooie kraan, hè. Ja, het past mooi, hè. Echt. Zo een wil ik ook thuis. Oké. Okay. Hier zijn de reacties op vlog nummer 179. Bovenloopkraan kolommen plaatsen. Staat bovenaan Mekara. Die zegt, everyone else, meticulously remove all the tools out of the workshop, cleans and vacuum the floor, begins to install the crane. Milo shoves everything into the center of the shop, proceeds to build around tools and partially build tank. Yeah. Yes, indeed. Well, it would cost a lot of time to take everything outside, and if you see the weather over there, well, we don't want our partially built tank to become a swimming pool, and the same for the tools. So, well, yeah, we have to do it like this. Yeah, it's not very handy. It's better if everything is out of the workshop, of course, but it's doable. Well, we've done a good job so far. Even kijken. Stijn Karelsberg. Oef. Toch nog een vlog vandaag. Ik kreeg al schrik. Ja, dat hadden we vanochtend al gezegd inderdaad. We hadden wat technische mankementen. Maar ja, het is gelukkig gelukt. Dus als het nou vandaag weer goed lukt, dan zien jullie deze video. Ha. Ja, dat is zo. Niek Ter Haar. Familie van Paul Ter Haar? Ja, of niet. Of niet. Ja. Of heel ver weg. Haha, 1914. Met zijn mooie klompen. Dat zijn de echte. Dat ging natuurlijk over Harry, die bij Staatje Vakwerk dat prachtige laswerk voor ons heeft gemaakt. Ja, die stond op klompen te werken. En er waren nogal wat opmerkingen over. Hè? Mensen zeiden, oh, die staat gewoon op houten klompen daar in die werkplaats. Maar houten klompen zijn gewoon goedgekeurd veiligheidsschoeisel. Ja, is dat echt zo? Ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Maar dat... oh, ja. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja, zo'n houten klomp is ook gewoon hartstikke sterk. Het is kei veilig, want de onderkant is hard, de bovenkant is hard. Ja. Ja, ik weet niet of daar nog profiel onder zit of zo. Ik kan me voorstellen... Nee, die klompen zijn glad. Zijn wel glad. Dat is wel... dat is wel riskant. Ja. Is het wel glad. Ik weet wel van werklaarzen. Je hebt wel echt veel grip. Als ik zeg maar op mijn gewone goede schoenen loop, dat komt niet zo vaak voor. Maar dan moet ik echt goed opletten. Want je glijdt zo makkelijk uit, joh. Dat is echt waardeloos. Eigenlijk is het gewoon rommel, die goede schoenen. Het is gewoon altijd werklaarzen lopen. Nee, het is niet tijd voor een paar nieuwe... We kunnen nog even kijken in die kluis, want ik heb er namelijk een setje nieuwe besteld bij Indy. En ik heb nog helemaal niet gekeken. Kom, laten we gaan even kijken. Oh, de sleutel zit op de hefter. Heb je iets besteld? Nee, ik heb zelf. Oh nee, hij is nog leeg. We moeten nog even wachten op die nieuwe. Ja, weet je hoe dat komt? Dan maak je badkuip van jou, die hebben ze gewoon niet in voorraad. Maar. Nee man, dat kost veel te veel in het magazijn natuurlijk, om op te slaan. Dat begrijp ik wel. Dus ja mensen, dat was het voor vandaag. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze werkplaatsvlog en tot de volgende.